versiering hier is voor het feest Galungan, dat ieder jaar gevierd wordt. En dat duurt 2 weken. De kinderen krijgen dan vrij van school en men herdenkt dan de overwinning van het goede op het kwade. Je ziet dan groepen kinderen op straat lopen met slaginstrumenten, gongs en trommels. En ze voeren dan een barong met zich mee. Een barong is een leeuw, een masker, waarin 2 kinderen of 2 mannen zitten. En die barong die vertegenwoordigt het goede, zoals Rangda het slechte, het boze vertegenwoordigt. Thank you.